Leggen jullie de afwas maar terug. Nu meteen, jongens, als jullie gaan zitten, dan krijgen jullie de opstellen terug die jullie hebben geschreven over je vader. Weten jullie dat? Maar eerst gaan ze. Hoofdstad van Utrecht. Utrecht? Goed zo. Soms lijkt het alsof jullie je slaap hier alleen maar zitten in te halen. Hoofdstad van Friesland. Nou, kom op, dan moet je toch weten. Friesland. Heel erg grappig. Mijn papa zegt dat je het ook niet hoeft te weten, omdat je ze op kan zoeken. Ah ja. Ja, jij wil later met Atlas en Encyclopedie over straat. Ja? Leeuwarden. Heel goed, alsjeblieft. Mooi opstel. Prima. Uitstekend. Gaat het over je opa? Ja, sla ze open. Erg veel fouten. Vinnie? Laat eens kijken. Wat een troep. Dat zou ik nooit aan mijn vader durven geven, hoor. Maar je hebt toch geen vader. Ik heb wel een vader. Waar is hij dan? In Zuid-Afrika. Ach man, hoe kan het nou? Er zijn alle mensen zwart. Niet dus. Kom maar, rustig, rustig. Tot morgen. Sarah, ik wil dat jij nog even blijft. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Hier is een brief voor je moeder. Ik maak me zorgen om je, Saar. Je hebt alleen maar onvoldoendes. Ik heb wel een voldoende voor tekenen. Ja, maar daar heb je niet zoveel aan. Als het zo doorgaat, blijf je zitten. Ik denk niet dat je moeder dat zo leuk zal vinden. Trouwens, is voor jezelf toch niet leuk? Mag ik nu gaan, meneer? Nee, ik wil dat je even luistert. Volgens mij denk jij, laat die meester maar kletsen. Ik ga gewoon mijn gang. Zo gaat het echt niet langer, Saar. Heb je dat nou goed begrepen? U doet net alsof ik expres niet kan leren. Toevallig zou ik heus al zo slim willen zijn als u. Sarah? Ik ben niet met Mariette mee. Waarom niet? Het was niet leuk op school. Zo, ja? Kan ik alvast spoelen? Ja, ik kom eraan. Ik moet verder, want anders heeft mevrouw Sting haar straks paars haar. Ga je vast naar huis? Opa is er wel. Dag. Hé, hey, Saartje. Begin dan vast aan je huiswerk, hè?
Heeft u weer eens iets laten vallen? Het is pas de eerste keer vandaag, hoor. Let je wel op dat het schaakspel compleet is? De torens en... We missen de Witte Koning. De Witte Koning is vast boos omdat hij zo lang in de doos moest zitten. Ga je op de grond zitten schaken? Ik moet toch kijken of ze er allemaal zijn. Je mag best een partijtje spelen, maar dan wel op tafel. Mag ik dan met wit? Ja, ik heb eigenlijk geen tijd. Maar, misschien wel zij wel. Kun jij schaken? Jammer. Dag. Dag. Opa, ben er weer. Ja, wacht even, Sarah. Ik ben net iets op het spoor en anders vergeet ik het weer. Oh, moet je eens even kijken hier. Daar sta jij en daar je vader en je moeder. En dat ben ik. Even kijken, waar is dat boek ook alweer? Ja. Even door, Sarah, kom. Zo. Opa. Ja, waar zijn die theezakjes nou weer? Je hebt mijn schaakspel. Een schaakspel? Ja, waarom staan ze nou weer daar? Daar staan ze altijd, opa. Je wilt toch niet zeggen dat ik alles vergeet? Nee, maar je vergeet wel veel. Ja, als jullie altijd alles verplaatsen. Nou, waar hadden wij het ook alweer over? Hebben wij een schaakspel? Ik weet het niet, hè. Ja, je moeder vond het opeens niet zo'n leuk spel meer. Vroeger kon ze heel goed schaken. Maar ineens was het over, kon ze geen schaakspel meer zien. Misschien staat er alleen op de rommelkamer. Ja, zullen wij er een koekje bij nemen? Hey. Lekker, hè? Waarom vindt mama het geen leuk spel meer? Ja, ik weet het niet. Vrouwen zijn soms wonderlijke wezens. Ik ben ook een vrouw, opa. Ja, dat weet ik. En als ik groot ben, hè, dan trouw ik met je. Zo, ik ga onze familiegeschiedenis maar weer eens uitspitten. Nou, onze voorouders waren echte overlevers. Die hebben heel wat meegemaakt.
mooi, zeg. Heel erg mooi. Die moet je vanavond aan opa geven bij het eten. Heel mooi. Er is een nieuwe winkel. Ja, die heb ik gezien, ja. En ze hebben een heel mooi zaakspel. Oh. Hé, hey Saartje, heb jij je huiswerk al gemaakt? Want ik ben er niet, hè, vanavond, dat weet je. Waar moet je daar naartoe? Ik moet toch iedere dinsdagavond naar koor toe, schatje? Hé, hey, weet jij dat liedje nog wat ik je verleden week geleerd heb? Vast wel, hè? Mi, 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 mo, nee, gekkie, dat zijn mijn zangoefeningen. Nou, je weet hem nog wel, ja? One, two, one, two, three, four. Weer een potje, ging uitvaren. Hier is een brief voor je. Oh, wat voor brief? Hij lag in de gang. Huh? Saartje, wat is dit nou? Daar weet ik helemaal niks van. Waarom heb je me daar nog niks van verteld? Saartje, kom eens hier. Ik wil niet meer naar school. Maar je moet toch leren? Wil je dan dom blijven? Ja. Je hebt niet één voldoende, Saartje. Ik heb wel een voldoende voor tekenen. Wat is er met jou aan de hand, Saar? Zo ken ik jou helemaal niet. Mariette zegt dat ik geen vader heb. Ze gelooft niet dat hij in Zuid-Afrika woont. Nou, dat moet ze zelf weten. Maar is het dan wel waar? Natuurlijk is het waar. Iedereen heeft toch een vader? Maar waar is hij dan? Saar. Als je vader nou dood was, dan had je toch ook alleen mij en opa gehad? Maar hij is niet dood. Nee, maar je bent nu nog te jong om alles te weten. Ik heb je toch beloofd dat ik het vertel. Alleen nu nog niet. Wanneer dan wel? Als je 16 bent. 16? Heb je dat armbandje van hem gekregen? Saartje, hou je er nou over op. Kom, we gaan eten. Weet je wat? Ik blijf vanavond thuis en dan help ik je met je huiswerk. En weet je wat we eten? Sarah, zo moeilijk is het toch niet? Goedemorgen, meester Overveen. Goedemorgen. Jongelui, dit is Victor. En die komt bij jullie in de klas. Hoi, Victor. Zoek maar een plaatje uit. We zijn net met sommen bezig. Nou, Joost, vooruit, daar gaan we weer. Sarah, ja, jij dacht van me af te zijn. Sarah, zeven keer nemen. Even wachten, Mariette. Nou, kun je nu opzoeken, hoor. Nou ja, Mariette, zeg het maar. 63, meneer. 63, ja, natuurlijk. 63, uitstekend. Jongens, pakken jullie het boek en ga som 5 tot en met 10 cellen delen maken. Ja? Hier, Victor, ga maar even samen met Sarah de boek doen. Ben je klaar? Ja. Ja. Mooi. Sarah, som 5. 35. Ietsje harder, kan niet verstaan. 35. Prima, goed zo. 35. Thomas, volgende. 40. Uitstekend, heel goed jongens. Victor, ik heb liever dat je daar gaat zitten. Waarom?
Daarom? Ik wil naast haar zitten. En ik wil dat jij daar gaat zitten. Neem je schrik maar mee. Wauw, wat een bed heb je zeker ook gewonnen. Sarah, zoek Victor. Sarah, kom eens in. Heb jij de brief aan je moeder gegeven? Waarom heb je huiswerk dan weer niet gemaakt? Is er niemand om je te helpen? Jawel, moeder, maar die was in slaap gevallen. Nou, zeg dan tegen je moeder dat als zij geen tijd heeft, dat ik jou voorlopig zal helpen. Ja? Tot morgen. Hey, jongens. Zal ik je helpen met je huiswerk? Waarom niet? Kan ik nog niet. Kan je het niet? Ik vind het niet leuk. Nou, het is wel leuk. Vooral rekenen. Het is toch leuk als je iets kunt uitrekenen? Zelfs wat dan? Nou, hoeveel uur je leeft of hoeveel uur je op school zit. Wat? Kom jullie binnen, leuk. Jij mag zeggen wat we gaan doen. Wat jij het leukste vindt. Is het niet. Zullen we gaan rekenen? Taal. Aardrijkskunde of geschiedenis? Oh, zeg jij het maar. Laten we maar met rekenen beginnen. Kijk, dit is heel makkelijk, want... Kijk je? Ja. 19 plus 5 is... 24. De helft van 24 is... Ik zal haar moeder vragen of ze me helpt. Jeetje, dat weet je toch wel? Nee, dat weet ik niet. Waarom doe je niet iets wat Sarah wil? Sarah wil helemaal niets. Helemaal niets? Ook niet fietsen, of tekenen of spelletjes? Dat is geen huiswerk. Ja, nou ja, leer je daar niks van dan? Je snapt het niet. Ze is heel slecht op school, anders blijft ze zitten. Dacht je dat je er hielp door er iets te leren dat ze niet leuk vindt? Heb jij ook nooit iets geleerd dat je niet leuk vond? Ik vind rekenen leuk. Ja, dat was ook niet meteen. Weet je wat? Jij mag zeggen wat je wil leren. En dat mag alles zijn. Wil je leren schaken? Maar dat is toch veel te moeilijk? Te moeilijk? Pap, mag ik het schaakspel pakken? Mm-hmm. Sinds heel lang geleden een koningin. Haar man, de koning, was altijd heel gelukkig geweest. Maar nu begon hij zich te vervelen. Zo erg dat hij oorlog wou gaan voeren. De koningin maakte zich verschrikkelijke zorgen. Dag. Werkelijk beeldschoon. Het is altijd beeldschoon. Waar zullen we vandaag eens naartoe wandelen? Nergens naartoe. Ik heb alles al gezien. Alles? Het is nou een koning die de hele dag wandelt. Er is geen oorlog. Er is geen hongersnood. Iedereen is gelukkig, behalve ik. Oh, arme schat. Jij begrijpt me niet. Ik verveel me zo. Kijk, als ik nou oorlog mocht voeren... Oorlog? Ik snap niet wat jij tegen oorlog voeren hebt. Land veroveren. Ik verveel me zo. Ik verveel me heel erg.
ontzettend erg. Oorlog, ik moet er niet aan denken. Ach, nee toch. Zo onprettig. En het ergste is dat hij altijd verliest. Au, hè. Ook zo onhandig. We gaan gewoon weer een spelletje met hem doen. Wat voor spelletje? Mensen erg je niet, een Fransenbord. Dat vindt hij geloof ik enig. Hij was laatst erg enthousiast over die dobbelsteen met alleen maar zessen. We kunnen toch moeilijk de hele dag ganzenborden? Stel nou dat we zelf een spel verzinnen. Een mooi, interessant spel, vol actie. Een spel dat wij ook leuk vinden. En dat niet verveelt. Een spel speciaal voor de koning. Schaken. De koningin dacht diep na. Een spel voor haar man, de koning. Maar de koning vond helemaal niets meer leuk. En als ze niet snel iets bedacht, dan zou hij zeker oorlog gaan voeren. Brr, de koningin rilde bij de gedachte. Kom eens hier. Ik? Ja, zou je even voor koning willen spelen? Als jij nou daar gaat staan. Wat moet ik doen? Nog even niks. Zo, dat is de koning. En een beetje alleen. Weet je wat? Ik doe gewoon ook mee. Neemt u mij niet kwalijk, maar u moet aan de andere kant staan. U hoort links van de koning te staan. Ach, het is ook zo dat ik dat nog steeds vergeet. Dom, 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 dom. Majesteit, wat kleurt die jurk schitterend bij die witte tegel. Ja, enig. En vooral makkelijk. Zo. Zeg, zal ik ook meedoen? Natuurlijk. Gaat u hier staan. Maar dan moet de raadsheer van de koning ook meedoen, anders is het niet eerlijk. Kom, we gaan een spel verzinnen voor de koning. Een spel? Jij mag naast de koning gaan staan. Ik ben de koning. Zo. Nou, enig spel. Ja, we zijn ook nog niet klaar. Zullen we vragen of de paarden meedoen? Nou, zouden we dat nou wel doen? Ze zijn altijd zo gewichtig. Normaal springen kunnen ze ook niet. Ach, daar kunnen ze toch niks aan doen. Ik vind ze zo trouw. Karel, Kees! Had u geroepen? Had u geroepen? Ja, kom snel, we doen een spel. Een spel? U bedoelt een spel? Een spel? Horen wij dat echt goed? Ja, dat horen jullie goed. Zeg, gaat dit nog lang duren? Ik ben namelijk een oorlog aan het voorbereiden samen met de koning. Ja, dat kan wachten. Ja, kom zo bij jullie. Wie zijn dat? Wij zijn het. Een nieuwtje. De koning en ik hadden bedacht dat het handig zou zijn als we torens zouden hebben op wielen bij deze oorlog. Biedt namelijk ongekende mogelijkheden. Heel goed. Kom er maar bij, jongens. Eentje daar en eentje daar. Zo, nou is het gezellig. Of zijn er nog iemand vergeten? Nee, we zijn niemand vergeten. Als u het niet erg vindt, dan ga ik nu maar weer. Nee, u blijft hier. We zijn nog lang niet klaar. Maar ik heb het razend druk. Ik heb toch het gevoel dat we iemand vergeten zijn. Oeps, de soldaten. Ach, ze worden woedend als ze er niet bij mogen zijn. Soldaten, nee toch. Natuurlijk wel. Hoeveel zijn er? Een stuk of acht. De kans dat deze oorlog verloren wordt, stijgt met de minuut. Tje. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Roep de soldaten. Zo u wilt. Hoe heette die zielen ook alweer? Appie, Bertje, Cicero, Dirk, Hendrik, Eduard, Ferdinand, Gerrit. U heeft geroepen? Ja. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn voor ons te gaan staan? En nu? En nu gaan we oorlog voeren. Goed, dan ga ik alvast. Nee, u blijft hier. U gaat ons uitleggen wat je doet als je oorlog voert. Dat wilt u niet weten. Jawel, dat wil ik wel weten. Goed, juist. Om te beginnen heb je een tegenstander nodig. Ach, hoe kon ik dat vergeten? Laten we de buurtjes vragen. Onze buurkoning? Ja, en zijn vrouw. Maar daar wilden we zoals gewoonlijk oorlog tegen gaan voeren, de koning en ik. Komt niks van in dat ruwe gedoe. U weet hoe de koning over ze denkt. Het zijn verschrikkelijke figuren die denken dat het leven een lolletje is. Hofdame. Ga vragen of ze komen. Wordt potverdikke met tijd voor een lolletje. Doe
vallen zelf gezellige mensen die nou eens niet de hele tijd aan de oorlog denken. Hoe kan dat nou? Die torens. Ziet u dat raad hier? Ze hebben ook zo'n nieuwtje. Geweldig, geweldig. Oh, ik miste die spelletjes met u zo verschrikkelijk. Ja, ik zei nog tegen mijn vrouw, we zullen toch niet iets fout gedaan hebben? Kijk, dat wij altijd winnen is natuurlijk niet leuk. Dat begrijpen wij zelf. Ontzettend plezierig dat u gekomen bent. We zijn namelijk bezig met een spel. Een spel speciaal voor mijn man. Wat gezellig, wat gezellig! Maar denkt u dat uw man dat leuk vindt? Vast wel. Als u zich nou daar opstelt, net als wij. Ja. En laten we er dan vier tegels tussen houden. Dan hebben we een beetje de ruimte. Ah, Jackie, ik wil uw spel niet bederven. Maar mag ik aan de andere kant van mijn man staan? Want dat ben ik zo gewend. En als ik nu... Tuurlijk, doet u dat maar. Ja? Dan staat u met een zwarte jurk op een zwarte tegel. Dat is wel zo mooi. Zie je wel, geen land meer te bezeilen. Is het toch altijd zo dat je in een oorlog de koning van de tegenpartij gevangen moet nemen? Dat is min of meer correct. Ho, we houden het wel gezellig, hè? Ja, natuurlijk. De eerste spelregel luidt dus, wie de koning van de tegenpartij gevangen kan nemen, heeft gewonnen. Lang leven de koning! Dat is nou precies de reden dat ik dit spel niet leuk vind en dat ik er geen zin in heb. En ik weet zeker dat de koning het ook niet leuk zal vinden. Er moet geweld in voorkomen. Het hoeft helemaal niet. U mag het natuurlijk zelf weten, maar ik verzeker u, dit is geen spel voor de koning. We zullen zien. Laten we eens kijken hoe iedereen zich mag verplaatsen. Zo. Tja, wat zullen we mijn man laten doen? We moeten hem een beetje in de gaten houden. We zullen hem niet ver laten gaan. Nee, 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 liever niet. Nee, nee. Maar wat had u dan voor mij in gedachten? Nou, hetzelfde lijkt me. Per keer mogen jullie één tegel verschuiven. Naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts en schuin. Ratie, zou u zo vriendelijk willen zijn het allemaal even te noteren? Ja. Wat zal de koning hiervan vinden? Maar beste Ratie, het is toch veel te gevaarlijk voor de koning om voor de linies te verschijnen? Oh nee, 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 afschuwelijk. Ik ga zelf ook nooit voor de linies. Oh. Eens even kijken. Wat mogen wij allemaal? Wij mogen ook naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts... En schuin. Maar wij mogen zo ver als we willen. Oh jeetje. Als ik zo vrij mag zijn, dit spel is toch bedoeld voor onze koning? Ja, nee, goed. Ik begin alleen verschrikkelijk benieuwd te worden naar zijn reactie. Wij ook. Wat denkt u? Hij zal stampvoeten zich de haren uit het hoofd trekken. Nee, raadsheer. U begrijpt er niets van. De koning vraagt om Hare Majesteit de koningin. Hij wil voorgelezen worden. Oh jee. Hé, dat doet u nou altijd. Net als het leuk is, wil hij voorgelezen worden. Een vrouw die een oorlogsspel verzint. Iedereen weet nu wat zijn plek is op het schaakbord, maar ze weten nog niet hoe het spel verder gaat. Pas als de witte koningin terug is, kunnen ze verder gaan. Want de koningin, ja, de koningin... Zij is de enige die het weet. Leer ik nu echt schaken? Ja. Victor. Victor? Victor, wat is er? Ben je duizelig? Kom, ik breng je naar bed. Wat is er? Pas op, pas op. Zo, ga maar liggen.
morgen gaan we weer verder, hè? En ik denk dat het een heel leuk spel wordt, hoor. Is Victor ziek? Ja, ik denk dat het de opwinding is. Hij is niet gewend om naar school te gaan. Goedemiddag. Hey, dag Sarah. Mijn dochter hier die vindt dat schaakspel erg mooi, maar ik weet het niet. Het is misschien niet erg geschikt. Nou ja, dat hangt er vanaf. Het is geen wedstrijdspel. Dat geeft toch niet, pap? Hoeveel vraagt u daar nou eigenlijk voor? 75 gulden. Oh, dat is helemaal niet duur, hè, pap? Het is een prachtig spel, dat geef ik toe. Maar ik denk dat zo'n ander spel toch wat praktischer is, hè? Vooral als je bij een club gaat spelen. Pap, ik wil dit spel. Ik wil er nog even over nadenken, Mariette. Kijk, vind je dit niet mooi? Dit is een officieel wedstrijdspel. Nee. Nou, dat is toch leuk? Dan heb je precies zo'nzelfde spel als al die beroemde schakers. Nee, ik wil dat spel. Ik geloof dat we er nog niet helemaal over eens zijn, hè? U ziet ons nog wel eens een keertje terug, hè? Tot ziens. Dank u wel, hoor. Dag, Sarah. Ik vind dat dit schaakspel wel een miljoen gulden waard is. Kijk, dit is het boekje waarin alles staat over de koningin. En jij mag het hebben. En als je iets vergeten bent, dan kan je het opzoeken. Komt Victor morgen weer naar school? Als hij weer beter is wel, ja. Toen hij hier nog niet woonde, ging hij toen ook naar school? Nou, niet heel vaak. Victor is heel erg ziek geweest. Maar hij krijgt nu goede medicijnen, dus... Maar hoe komt het dan dat hij alles weet? Alles? Ik wou dat ik nooit meer naar school hoefde. Ah, jawel. Als jij leren weer leuk vindt, dan zou je zien, dan ren je 's ochtends naar school. En als het afgelopen is, dan vind je het jammer. Dag, Sarah. Oh ja, als Victor morgen niet naar school komt, zou je dan zijn huiswerk willen brengen? Dag. Westeinder Schaaktweekamp gespeeld en het was direct al een bijzonder spannende partij. Oh, dat stond er in de krant. Wie is toch die Zuid-Afrikaanse schaker die gelijk al in deze eerste partij zo bijzonder sterk speelt? Het is niet verwonderlijk als u zijn naam Bob Hoke nog ook heeft, want hij heeft al enige jaren... speelt toch heel lang, ik ken die naam ergens van. De afgelopen 5 jaar verbleef Bob Hoke in Engeland. Hij heeft er kennelijk niet stilgezeten, want hij blijkt een bijzonder zware tegenstander voor onze Tom de Ruiter. Wel, de spelers hadden beloofd om nog wat na te praten over de partij. Tom de Ruiter. Tom, kom er even bij. Vertel eens, hoe is het gegaan vandaag? Ja, wat zal ik zeggen? Heel slecht, kan je zeggen. Ik vond Bob Hoke zo verrassend sterk spelen. Heb jij misschien onderschat? Nee, onderschat is een groot woord. Ik moet nog maar zien dat hij dit niveau gaat vasthouden. Ah, daar zie ik Bob Hoke. Dankjewel, Tom. Mr. Hoke. Congratulations with your first victory. Jij kan Hollands praten. Ah, natuurlijk. Nou, nogmaals, gefeliciteerd met uw eerste overwinning. Hoe beviel het zo om na zo'n lange tijd weer te spelen? Fantastisch. U had zich zo goed voorbereid. Hoe is het nou mogelijk als u zo lang niet meer heeft gespeeld in toernooien? Gelukkig is daarbij een grootmeester zonder mijn vrienden met Rikska kan spelen. Hé, hey, kennen wij niet een Bob Hoke? Er staat niets voorbij. Nee, niet dat ik weet. Kom, Saartje, naar bed. Hou u natuurlijk op de hoogte. Kan de televisie niet aan? Mag ze nou niet even kijken als ze het leuk vinden? Kom. Saar, kom. Mag ik de krant hebben, opa? Gaan we weer plaatjes knippen, hè? Nou, dat rusten. Dat rusten. Bob Hoke. Dat rusten.
Dag Sarah, hoe is het ermee? Ja? Dag. Ik hoop dat het genoeg is. Nou, dat is wat meer dan genoeg. Je houdt zelfs nog over. Stop de stukken hier maar in. Het is nu van jou. Ben je ziek? Nee. Ik heb het schaakspel gekocht. Gekocht? Had je daar geld voor? Ja, in mijn spaarpot. Dus nu kan je echt schaken. Hoe was het op school? We moeten voor maandag de tafel van 12 leren. Oh, de tafel van 12, die is leuk. 1, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 2, 4. 3, 1, 2, 3, 6. Kijk, ik zal het je laten zien. Je moet alleen maar de cijfers oplezen. 1, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 2, 4. Hé, hoe was het op school? Leuk? Lukt het een beetje met je bijles? En weet je wie ik vandaag geknipt heb? De moeder van Manjet. En die vindt het zo ontzettend jammer dat je nooit meer bij hun komt spelen. Heb je ruzie met Manjet? Ze vindt me stom. Ze vindt jou stom? Ze is helemaal gek geworden. Ja, ze is helemaal gek geworden. Maar nu ga je hele goede cijfers halen. En dan kan zij nooit meer zeggen dat jij stom bent. Fijn, hè, dat de vader van Victor tijd heeft om je te helpen. Mam, wat voor taal spreken ze in Zuid-Afrika? Zuid-Afrika? Kom je daar nou weer bij? Gewoon. Ja, ze spreken allerlei talen in Zuid-Afrika. Ze spreken ook een soort Nederlands. Nederlands? Ja, maar met een heel gek accent. Zo, met die raar woord. Hoe? Ik spreek niet Afrikaans. Wel eens. Nee. Wel eens. Nee. Ik heb al gevraagd of ik een paar dagen weg kon, maar dat kan niet. Jammer, hè? Maar ja, jij kan er ook niet zo makkelijk weg van school, hè? Mam, ja? Kan jij schaken? Ik kan het wel, maar ik vind het niet zo leuk. Kan mijn vader schaken? Saartje, wat zijn dat nou allemaal voor vragen? Je weet toch wat we hebben afgesproken? Nou? Dat je het vertelt als ik groot ben. Ja. Zou het beste zijn als wij met z'n tweetjes weggingen. Lekker ver weg. Mama's armbandje. Oh, niet precies hetzelfde, maar wel ongeveer. Ja, want die van mama is hier recht en heeft andere kleuren. Ja, dat moet ook wel. Van haar armbandje bestaan er maar twee, als het goed is. Maar twee? Ja, mensen laten het speciaal maken voor degene waar ze van houden. Dus meestal geeft een man het aan een vrouw. Heeft mijn mama het ook van een man gekregen? Denk van wel. Van wie dan? Dat weet ik niet. Van papa. Misschien. Mama heeft het altijd om, hè? Ja, want als ze het afdoet, betekent het dat ze niet meer van haar onderhoudt. Het is eigenlijk een soort van trouwring. Maar houdt mama dan nog steeds van papa?
Wie weet. De koning had de koning bij zich geroepen omdat hij wou dat zij hem ging voorlezen. Maar hij lag met zijn hoofd onder de dekens. De koningin dacht aan het spannende spel dat ze voor hem aan het verzinnen was. Maar ze mocht het nog niet aan de koning vertellen. Nog niet voordat het spel helemaal af was. De ijskoningin mocht nooit naar buiten. Zeker niet als de zon scheen. Ja, ik hoor niks. Dan moet je ook niet onder de dekens gaan liggen. Maar ik kan niet boven de dekens uitkomen. Waarom niet? Het stinkt. Oh, maar dan zit er toch even het raam open? Nee, niet doen. Wat is er? Als je het raam openzet, gaat het nog meer stinken. Het stinkt naar bloemkool. Bloemkool? Ja, bloemkool. Gaat niks? Jawel. Die buurkoning van ons die is bloemkool aan het koken. En dan gaat het hier stinken. Ik vind dat wel een goede reden voor een oorlog, hoor. We hebben wel eens mindere redenen gehad. Ik ruik echt niks. Wel, nee, ruik dan. Hier. Ik ruik nog steeds niks. En stank of geen stank, ik vind het geen enkele reden om oorlog te gaan voeren met onze buurtjes. Het zijn keurige mensen. Wat je keurig noemt. Ze willen altijd winnen. Nou, dat is toch onbeschoft om altijd te willen winnen? Ik wil ook wel eens winnen. Zal ik je iets verklappen? Nee. Over een paar dagen mag je oorlog voeren. Echt? Met soldaten? En mijn paarden? Ja. Zelfs je torens op wielen mogen meenemen. Ja, goed, hè? Slimme dag. Heel slim. En er is nog niemand anders opgekomen. Ik zal hem nu, gelijk, meteen, in één keer nu. Nee, nog niet vandaag. Over een paar dagen. En hoeveel dagen? Waarom zeg je nou, oh jeetje? Nou, gewoon omdat ik niet prettig vind dat je oorlog gaat voeren. Maar dat is het wel, want dit keer ga ik binnen! Zie je wel? Hoeveel dagen zei je er alweer? Over 2 dagen. Oh, dus dat is nog 2 nachten. Nou, ik ga wel slapen, want dan is het sneller over 2 dagen. Rustig. Snel! Ik heb de koning gezegd dat hij oorlog mag voeren. Oorlog? Echt oorlog? Nee, natuurlijk niet. Het spel, dat is nog lang niet af. Nou, roep iedereen bij elkaar. Kom, jongens. Iedereen hier komen, nu meteen. Nu. Niets gemerkt. Gelukkig maar. Iedereen op zijn plaats. De afgesproken plaats. Nee, zo stonden jullie helemaal niet. Het is hopeloos. Weet jij het nog? Ja, dat is te zeggen. Stond ik niet in het midden? Koningin, ik weet het nog. De koning stond in het midden samen met de koningin. Wie is dat? Wie ben jij? Ik heet Sarah. Sarah, wat een mooie titel. Ik ken je niet, maar je lijkt me een slim kind. Kom eens. Vertel. Gaan jullie eens even opzij? Waar staat de koning? De koning staat daar. Ja, en de koningin? Ernest. En de hofdame? Daar. U ook? En de paarden? Eentje daar en eentje daar. Eentje daar.
En de torens? Ja. Daar. Nou. En de soldaten nog. Ervoor. Ervoor. Nou. En de andere? Hetzelfde. 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 Natuurlijk. Nou begint het weer eens ergens op te lijken. Dankjewel. Misschien is ze wel gestuurd om ons te helpen. Wil jij een lekker kopje thee? Ja, een lekker kopje thee. Zeg, ken jij dit spel? Nee, maar het bestaat wel. Ik ken mensen die het spelen. Het heet schaken. Schaken? Wat een serieuze naam. Wat zal de koning dat leuk vinden? Fijn dat jij het in elk geval kent. Eindelijk iemand die het ons uit kan leggen. Ik kan het zelf nog niet. Oh, dat is nou weer jammer. Nou, dan moeten we het verder zelf verzinnen. Precies, daar waren we dus al mee bezig. De koning mag maar één stap doen. Dat vond ik heel grappig. Ik hoop dat de koning daar zelf ook zo over denkt. En ik mocht juist heel ver. Dat is ook zo grappig. Nou, en nu de andere stukken nog. Gaan jullie even aan de kant? Torens daar weg, ja? Nou, wat zal ik doen? Ik had zo gedacht om... Ik weet het niet, hoor. Oh. Ik ga in ieder geval niet over de zwarte tegels. Ja, maar dan kunt u alleen schuin. Ja, nou goed, ja. Nou, goed, zoals u wilt. Goed, jullie mogen dus alleen schuin. Ja, maar dan wel zo ver we kunnen. Dat lijkt me wel. Dus ik mag iedereen die op een wit vlak staat gevangen nemen? Ja. Dus ook de Zwarte Koning. Ho, 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 ho. Ho. Ik denk dat dit inderdaad een heel erg spannend spel kan worden. Lekker kopje thee. Zeg, zouden wij iets mogen zeggen? Waar ga je gaan? Ik heb lang zitten denken, want kijk, als paard heb je natuurlijk je verantwoordelijkheid. En ik zou niet willen dat jullie dachten dat wij niet zouden doen. Kijk, ik zou voorstellen als wij nu recht en dan schuin gingen. Recht en dan schuin? Of schuin en dan recht, net hoe het uitkomt. Kijk, al die rechte lijnen maakt het voor het vijandelijk front, ik heb begrepen dat het hier om een oorlog gaat, nogal makkelijk om te zien waar iedereen heen gaat. Als wij nu eens een beetje vreemd deden, dat zou het wat moeilijker maken voor de vijand, zullen we maar zeggen. Wilt u dat wij het even voordoen? Ja, laat maar eens zien. Al zouden ze recht willen, zouden ze dat toch niet voor elkaar krijgen. Ze zijn namelijk een beetje mank. Mannen, paarden, 2, 3. Zoals u wilt. 2, 3. Dus of 1 schuin en 1 recht, of 1 recht en 1 schuin. Kijk, zo kunnen wij op heel veel plekken komen. En het is moeilijk te zeggen waar we nu allemaal heen gaan. En we kunnen op zwarte vlakken komen. En op de witte. Dank jullie wel. En nu wij. Dat was dus recht vooruit. Ja, maar kijk, dit kunnen we ook. Dus jullie mogen recht opzij en recht naar voren. Dank u. Maar wel zo ver als we kunnen. Natuurlijk. Jij onthoudt het allemaal wel, hè? En nu de soldaat. Zeg, vergeten we de dobbelsteen niet? Ja, ik bedoel, bij ganzenborden bepaalt de dobbelsteen hoe ver dat soort types mogen. Nee. Ik wil absoluut geen dobbelsteen bij dit spel. Je weet dat de koning daar altijd vals mee speelt. Wij zijn krijgers! Die de vijand gevangen gaan nemen, wij hebben haast. Wij hebben haast. We zijn wel heel erg snel zo. Tja, misschien wel iets te snel. Maar dat hoeft toch helemaal niet? Jullie kunnen toch ook één stap naar voren doen? Weet je wat, laten we afspreken dat alleen bij de eerste zet jullie 2 stappen mogen. Goed. Waarom mogen ze eigenlijk 2 stappen naar voren? 1 is toch wel genoeg? Nee, omdat
anders veel te lang duurt voordat wij eruit kunnen. Dat is slim van u. Ja, dus jullie mogen alleen bij de eerste set 2 stappen naar voren. Maar daarna niet meer, daarna nog maar 1. Ja. Wat we nu gaan repeteren? Ja. Oh, hemel, ze zal beginnen. Nou, dat werd zo langzamerhand wel eens tijd. Ja, heb jij een beetje opgelet? Nou, nee, het klonk mij helemaal niet te ingewikkeld. Maar maak je nou maar geen zorgen. We bluffen ons er wel door eens. Ja, ja, ja. Geef maar. Ja. En die. Ben je klaar? Gaan we niet thuis doen, meneer? Tjoh, wat een enthousiasme. Heb je geleerd soms? Lang verhaal, saai. Ja, geef maar. Nou, jongens, voordat we met de tafels beginnen, wil ik jullie iets leuks vertellen. Iets heel erg leuk. Dus luister goed. Jullie weten misschien dat er hier niet zo ver vandaan een heel belangrijk schaaktoernooi wordt gehouden. Ja, het Westende schaaktoernooi. Het Westende schaaktoernooi, ja, heel goed. Weten jullie ook hoe die twee schakers die tegen elkaar spelen heten? Ja, Tom de Ruiter en Bob Hoken. Bob Hoken, ja, heel goed, Sarah. Nou, luister, dit is de verrassing. Ik heb dezelfde Bob Hoken uitgenodigd om tegen de beste spelers in het dorp een schaaksimultaanseance te komen houden. Ja? Dit is schaaksimultant. Ja. Dat is een verschrikkelijk moeilijk woord. Schaaksimultaanseance. Dat betekent dat er een heleboel schakers tegen één spelen. Dat wil zeggen, een heleboel zitten aan één kant achter de tafel. En die spelen tegen eentje die aan de andere kant staat. En dat is Bob Hoken. Begrijp je? Waarom moeten we tegen Bob Hoken? Ik vind Tom de Ruiter veel leuker. Ik niet. Nou, even stil, jongen. Wie zou het leuk vinden om mee te doen? Zo, nou ja, zijn er nogal wat. Want de beste van de andere klasse moeten natuurlijk ook een kans krijgen. Wie kan er schaken eigenlijk? Kunnen jullie allemaal schaken? Sarah? Kun jij schaken? Nou, dat lijkt me niet. Ik ben net begonnen, hè? Peter, Paul? Oh nee, ik kan niet. Victor? Thomas? Mariette? Even stil, jongens. Aan het eind van de week gaan wij tegen elkaar schaken. En de beste mogen dan meedoen met de schaaksimultaanse Jansen tegen Bob Hoken. Ja? Afgesproken? Goed. Gaan we nu weer met de tafels verder. Nou, Sarah, je zit zo met je vinger omhoog, zeg maar. Wat weet je van de tafel van 12? 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 6. Wat is dat nou voor onzin? Klopt wel, hoor, meneer. Ik vroeg jou niks, Victor. Mariette, zeg jij het maar. 1 × 12 = 12 × 12 = 24. 3 × 12 = poepies, kaks, 5 × 4 = 20.184. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4 × 12 = 24. 4
Ik weet langzamerhand niet wat ik met jou aan moet, Sarah. Ik was eindelijk blij dat je een opstel geschreven hebt. Maar ik heb eens bekeken, het zit weer vol met fouten. Hier. Het is Zuid-Afrikaans. Heel grappig. Ik word razend van je geintjes, Sarah. Ik wil ook schaken. Maar hoe wil jij nou kunnen schaken als je op school niet eens de simpelste dingen kunt onthouden? Dat begrijp je toch zelf wel? Nee. Dus jij wilt schaken tegen Bob Hoken? Ah, Sarah, kom nou toch. Je bent net begonnen. En dan wil je meteen aan een wedstrijd meedoen. Ik heb een plannetje. Als jij beter je best doet op school, zal ik je leren schaken. Zullen we dat doen? Mag ik niet meedoen? Nee. Maar je had het wel goed hoor, echt waar. Niet, en ik kan ook niet schaken. Suiker niet, hè? Saartje, kom eens hier. Ik begrijp het niet helemaal. Dag, Sarah. Ik maak mij zorgen om jou, Saar. Echt waar. De meester vertelt net dat hij gezegd heeft dat hij bijles wil geven. Maar daar wist ik helemaal niks van.
Ik heb al bijles. Hoe komt het dan dat je je huiswerk weer niet kent? Ik ken het wel. Helpt de vader van Victor je nu met je huiswerk of niet? Saartje? Jawel. Nou, ik heb liever dat de meester je helpt. Hij weet precies wat je moet leren. Ja, veel beter, Saar. De vader van Victor is wel knap, maar het is geen leraar. Wij hebben met elkaar afgesproken dat als zij er schoolwerk bijgewerkt heeft, dat ik haar leer schaken. Schaken? Oh, nee hoor. Nee, dat lijkt me niet nodig. Oh, nou ja, ik dacht omdat ze toch al aan het... Sarah leert helemaal niet schaken. Ik denk dat u dat verkeerd begrepen heeft. Sarah, ga maar alvast naar je kamer. Ik kom er zo aan. Een uurtje per middag. Dat moet meer dan genoeg zijn om er binnen een paar weken bij te werken. Dat is erg aardig van u. Och, sommige kinderen moet je helpen. Je weet dat ik een verschrikkelijke hekel aan liegen heb, hè? Wat is dat met dat schaken? Leer jij schaken? Ja. En sinds wanneer is dat? Ik wil het niet hebben, Sarah. Heb je dat begrepen? Nee. Waarom mag ik nou niet schaken? De vader van Victor zegt dat je alleen iets kan leren als je het leuk vindt. Oh, zegt de vader van Victor dat. Ik denk dat jij maar eens een tijdje niet bij die Victor moet spelen. Ik wil eerst een goed rapport zien. Is dat duidelijk? Speltesten. Sarah is er. Ze staan zo goed, hè? Ja. Ja? En wij ook? Een nieuwtje. Ja. Oh? Ik dacht dat het wel handig zou zijn als alle vakken een naam zouden hebben. Stel, we zijn aan het spelen, de koning komt ineens binnen. Dan stuift iedereen weg, dan willen we weer beginnen. Dan weet nooit iemand waar die ooit gestaan heeft. Als alle vakken een naam hebben... Dan hoef je alleen maar dat te onthouden. Begrijpt u? Nee, maar dat geeft helemaal niks. Kom, we gaan het spel spelen. Goed. Soldaat Dirk van... D2 naar D4. Huh? Moet ik nou helemaal alleen? Wat moet ik doen? Aanvallen misschien? Mag ik jullie helpen? Oh, ja, natuurlijk. Ga je gang hoor, want wij zijn er helemaal voor jou. Soldaat van D7 naar D5. Mag ik hem nu gevangen nemen? Nee, nee, ik ben aan de beurt. Nee, ik kan jou gevangen laten nemen. Dat vind ik nou zo stom, hè? We mogen alleen recht vooruit. Waarom mogen wij niet schuin? Weet je wat? Alleen als je iemand gevangen kan nemen, mag je schuin. Mag ik hem dan nu gevangen nemen? Nee, ze zegt toch schuin? De soldaat staat recht voor je neus. Nu ben ik weer. Laat mij gaan, want dan val ik de soldaat T5 aan. Goed, het paard van B1 naar C3. Hoezo val je mij aan? Zie je wel. Daarom zijn we zo handig. Niemand ziet dat we gevaarlijk zijn. Eén recht en één schuin. En hop, gevangen. Oh. Nee, toch. De koning! Oh, de koning! Hou iedereen weg! Valt er wat te lachen? Bent u hier gelachen? Wie is dat? Wat een klein scharminkeltje, zeg. Sarah, mijn vriendin. Oh, nou ja, bedoel, dat zou kunnen. Maar klein is ze wel, zeg. Klein, maar heel knap. Hey, morgen ga ik oorlog voeren. Oh, jeetje. Hoe zeg je nou, oh jeetje? Zei ik oh jeetje? Ja, jij zei
Oh jeetje. Even in mijn pak. Erg mooi. Hey. Wat doen jullie hier? Goedenavond, waarde collega. Wij werden onverwacht uitgenodigd om... We zijn gekomen om, om je veel succes te wensen met je oorlog. We gaan tegen hun vechten. Zij zijn de vijand. Ja, dat is ook zo, maar dat is toch pas morgen? Dat is nu toch nog niet? Ja, daar heb je gelijk in. In de pak. Volgens mij kan je niet zo makkelijk bewegen zo. Ik zou iets minder aan doen. Oh, goeie vrouw, je hebt gelijk. Het is inderdaad wat veel. Nou, ik ga slapen. Misschien is het wel de laatste nacht in mijn kasteel. Misschien zien we nooit meer. Misschien sterf ik wel in de strijd. Mijn liefje, je hoeft toch geen oorlog te voeren? Wel, het is mijn plicht als koning om te strijden. Ik daag u uit. Morgen precies om 5 uur, dan zullen wij strijden. Een van ons zal moeten sterven. Goed. We zouden het toch gezellig houden? Natuurlijk, dat doen we toch. We hebben het spel. Oh, ja, het spel, natuurlijk. Majesteit, daar zou ik maar niet te veel op rekenen. Het spel is nog niet af en of de koning het leuk vindt. Ik denk dat we ons op een oorlog moeten voorbereiden. Nee! Jullie hebben het gehoord. Morgen om 5 uur, als de klok slaat, is het grote moment. De koning zal geen oorlog voeren omdat wij iets leukers bedacht hebben. Zijn jullie bereid te spelen? Ja! Hebben jullie er zin in? Ja! Jullie zullen winnen, ook al is er verlies. Lang leven de koning! Nou jongens, niet overdrijven. Lang leven de koning! En nu eerst lekker slapen. Morgen 5 uur? Niet laat komen hoor, want de koning is altijd stipt op tijd. Zeker als het om oorlog voeren gaat. Ik zou niet weten hoe we zonder jou moeten beginnen. Dan beginnen we met de sommen. Vooruit. Tafel van 12. 1 keer 12. 12. 2 keer 12. 24. 24. 3 keer 12. 36. 36. Nu een moeilijke som. De koning is stipt op tijd. Zeker als het om oorlog voeren gaat. Sarah, let je op. Mag ik het nu laten zien? Wat? Dat ik kan schaken. Nee, eerst die som. Nou, vooruit. 10 plus 5. 15. Ja, natuurlijk. 15 min 9. 6. Dat is 6. Begrijp je het? Ben jij de volgende? Meester, er is telefoon voor u. Ah, ja. Maak jij ondertussen som 13 en 14 uit het boekje. Ik ben zo terug.
Wacht even. Sarah? Mag. Het uur heeft geslagen dat u wordt verslagen. Laat het leger zich presenteren. Het leger van de koning. Wat is dit? Wat doen zij hier? Wat staan jullie daar? Raad zich. Is dit een nieuwe oorlogstactiek of zo? Ja en nee. Het is een spel. Het schaakspel. Mijn beste vriend, ik heb nou toch helemaal geen tijd voor spelletjes. Probeer het een keer. Het is simpel en ook moeilijk. Wie is dat? Hij speelt jou, de Witte Koning. Nou, dat is niet gek. Alleen dat haar. Oh, dat is een haar. Ze hebben jou dus ook voor deze onzin weten te strikken? Ja, dat is te zeggen. Ik dacht zo, dan kunt u oorlogstactiek met dit spel uitproberen. Dit is een oorlogsspel. Ja. Dus deze twee partijen die gaan met elkaar knokken. Ja. Nou, laat me zien. Sarah, ben je klaar? Hey, heb je haar ook weer? Je bent ook niet gegroeid, hè, sinds de vorige keer. Dus die gaat mij dat spel uitleggen. Ja. Bedankt, maar nee, bedankt. De eerste regel van het spel is: als je de koning van de vijand gevangen kan nemen, heb je gewonnen. Nou, dat spreekt vanzelf. En het Witte Rijk mag altijd beginnen. Zoiets zots heb ik nog nooit gehoord. Maar het is aardig. Heel aardig allemaal. Vooruit dan, één spelletje. Collega, vindt u het goed als Sarah het bevel over ons voert? Als u dat per se wilt, hè. Laten we beginnen. Hè. Hé, jij op F2. Ga een stapje vooruit. Ik mag ook twee stappen, hoor. Nee, we doen rustig aan. Soldaat van E7 naar E5. Zo. Die durft. Nou, ik ook. G2 naar G4. Uwe hoogheid, ik geloof niet dat dat zo slim is. Wat is er nou weer? Ik sta wel heel kwetsbaar zo. Er is een grote open gang naar mij toe. En ik kan zo gevangen genomen worden. Moet je me niet zeuren. Degene die jou gevangen neemt, die slaan wij tot moes. Ik heb mijn hele leger nog. Koningin A4. U staat schaak. Hij staat schaak. Nou en? Mag dat dan wel betekenen, hij staat schaak? Nou, dat betekent dat de zwarte koningin jouw koning gevangen kan nemen. Nou, en
nemen wij hem toch eerst gevangen? Neem de gevangen! Hup! Wij kunnen haar niet gevangen nemen. Oh. Nou, doe dan maar een stapje opzij. Ik kan nergens heen. Stel het, ja, bloemkolen. Zet ik er wat tussen? Verdikke me. Ik mag alleen maar schuin. Ik kan alleen naar H3. Raadsheer, geef me de laatste analyse van de situatie. Daar kan ik kort over zijn, sire. U hebt verloren. Ik heb verloren. Ik heb verloren! Een stelletje bloemkolens laten zien dat je wel kan. Iedereen op zijn plaats. Dat is heel knap. Werkelijk heel, heel, heel knap. Je moet me toch eens laten zien hoe jij dat doet. Zeg nog één spelletje. En weet je wat? Laat je mij gewoon winnen. Het gaat ook niet lekker met Sarah. Er zit ontzettend te knullen op. Ik weet soms totaal niet wat er in de omgaat. Misschien moet je eens met haar praten. Ja, dat heb ik geprobeerd, maar ze luistert gewoon niet. Ze doet alleen maar waar ze zelf zin in heeft. Misschien moet ik maar eens wat strenger worden. Kijk, dit is mijn vader. Hij is erg goed, hè? Net als jij. Oh, dat is leuk. Gaan we meedoen. Sarah, je kan het echt heel goed. Ik moet je nog bedanken. Je hebt me erg geholpen. Nou, en nu gaan we aan iedereen laten zien dat we kunnen schaken. Oh, wat zal de koning dat leuk vinden. En wat zal je vader trots zijn. Degenen die tegen mij gaan schaken, die mogen nu naar het gymnastieklokaal. De anderen zie ik morgen. En jullie weten het, jongens, de beste schakers, die mogen spelen in de schaak simultaan seance tegen Bob Hope. Stoeltjes aan, tafeltjes recht. Kikker. Gaat goed? En je weet het, als je te moe bent, moet je naar huis. Meteen naar je vader, hè? Nee, het gaat goed. Ik kan wel mee schaken. Zul maar geloven, hè? Je kunt gaan. Geef geen bijles meer. Meneer, ik ging gisteren zo snel weg, omdat de koning om 5 uur... Ja, is goed. Ik wil wel leren, meneer. Is nu te laat voor. Helpt niet meer. Maar ik moest gisteren naar de koningin. Welke koningin? De schaakkoningin. Ik heb samen met haar leren schaken. Oh ja. Dus zo leer jij schaken. Dat soort flauwekul verhaaltjes. Nou, veel succes. Ik heb genoeg gedaan om jou te helpen. Dag, Sarah. Rustig, jongens. Rustig, rustig. Schaken doe je rustig. Alleen in stilte kun je denken. Controleren of de stukken allemaal goed staan. Witte koningin op een wit vlak, zwarte koningin op een zwart vlak. Hé, hey, die is voor Sarah. Ach man, wat bemoei jij je mee? Iedereen heeft een spel, ze zijn allemaal geteld. Jongens, ga uit het midden staan. Ga maar achter de spelers, kun je het allemaal veel beter zien. Nou hoor. Ja, weg. Als ik rond ben geweest, dan zetten jullie met zwart pas. Jullie zet. Ik begin. Shh.
ook meedoen. Ja, Sarah Poepies, kan ik het ook mee? Maar dat is het... Wat een stom spel, zeg. Ja, wat een stom spel, zeg. Want ik heb een echt wedstrijdspel. Als ik nou merk dat je er niks van kan, wil ik er nooit meer wat over horen. Begrepen? Zij is er goed. Is er een gewoon schaakspel voor, hè? Nee, helaas niet. Speel dan met je eigen spel. Sta je wel helemaal alleen, hè? Ja. Gaan we schaken? Tegen wie? Tegen de meester. Ah, wat is dat, meester? Heb ik je toch al verteld? Oh ja! Nee, die man die alles beter weet. Vermoeiend hoor. We moeten nu wel een keer winnen. Nee, nee. Sarah die gaat winnen. Wij niet. Hè? Wij gaan het Zwarte Front helpen. Maar we zouden... Niks maar! Verliezen is helemaal niet erg. De meester komt eraan. Kom. Ho, 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 ho. Gaat dit wel goed zo? Ik wil me nergens in mengen, maar dit is echt een karweitje voor mij. Laat die man maar denken dat hij al gewonnen heeft. Ha! Gelukkig. Ik dacht al dat jullie me hier helemaal alleen lieten staan. Fijn dat je me komt verdedigen. Nu blijven aanvallen, Saar! Maar is het dan niet zo dat die soldaat onze soldaat gevangen kan nemen? Ja, dat kan wel, maar dan ben ik er om het heen terug te slaan. En dan sta ik op een goed veld. Brrr. Laat hem maar slaan! Misschien slaat hij wel niet. Oh, 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 moet je zien. Zometeen kan de Witte Koningin mij gevangen nemen. Ach, wel nee. De meester maakt een grote fout. De grootste fout die je kan maken. Hij onderschat zijn tegenstander. Of dame, wilt u er straks toch even tussen gaan staan, hè? Met alle respect verder, maar ik vind het anders toch een beetje eng worden. Daar? Ja, daar, hè? Maar dat bemoeit het maar, hè? Schaak. Zijn achterstand haalt ze nooit meer in. Ze kan het beter opgeven. Schaakmat, volgende keer beter? Ja. Oké. Okay. Zet jij dat stuk even terug? Ja. Schaak. Ik ben benieuwd of ze dit nog redt, zo zonder ons. Hé,
Ik mag zo die soldaat gevangen nemen, hè? Ja, jij mag. Het lijkt heel wat, hè, Sar? Help! Straks neemt de koningin mij gevangen. Niet bang zijn, Sarah. Hij probeert je alleen maar af te schrikken. Sarah, wat nu? Ik zet het paard naar Davy. Hij gaat je paard gevangen nemen, hoor. Ze kan me wel gevangen nemen, maar ik ga hier niet weg. Ik sta hier hartstikke goed. Stuur maar wat versterking. Heel goed, Sarah. Val mij maar aan. Zullen we de koningin nog wat meer opjagen? Ja, dat is een goed idee. Een uiterst merkwaardige speelstijl houdt die man erop na. We zitten nu door, hè? Het gaat erg leuk zo. Als ik naar E4 ga, dan sta ik goed. Heeft zij hem nog niet verloren? Nee. Oh, gek. Okay. Ja. Ja, neem ik je koningin. Dat zag ik niet, meneer. Mag ik nog terug? Nee, helaas. We mogen de regels niet veranderen. Heb ik nu verloren? Ja. Zonder koningin maak je weinig kans. Mag ik nu niet meedoen met de wedstrijd, meneer? Jawel. Het kan de allerbeste overkomen. Als je wel belooft dat je tegen Bob Hoke beter zal spelen. Ik mag... De andere kinderen spelen ook nog. Je hebt toch verloren? Nee hoor, ik zag alleen die koningin niet, maar verder stond ik heel goed. Gaat het een beetje, vrouw? Tot nu toe gaat het prima, geloof ik. Zelfs saai toe zonder jullie. Maar ja, iemand moet het toch doen? Misschien wint ze wel. Nee hoor, ze kan er helemaal niks van. Ze kan het wel. Victor is op Sarah. Gaat ze verliezen. Straks let hij de toren. Oh, wel in actie komen daar. Sta klaar! Laten we de koning niet meer schaak zetten. Ze praat echt tegen de schaakspel. Schaak. Remise? Maar ik sta toch verloren? Remise. Ik bied remise aan. Ja? Oké. Remise? Oké. Oké. Goed gespeeld, Victor. Zullen we dan maar? Nee, hè. Je gaat toch niet iets stoms doen, hè? Lijkt misschien stom, maar of het ook stom is. Zie je nou wel, dat had ik ook. Nu is verloren. Jeetje, ze doet het nog stommer als ik. Ja, ze heeft verloren. Kom nu. Nu hebben we verloren! Nu hebben wij verloren! Waarom doe je dat nou? Je laat mij niet op naar C3 gaan.
Dat zie ik ook wel. Dat is geweldig! Ik kan nergens meer heen! Overal word ik gevangen genomen! Dat is een wonder! Hier kan ik door een soldaat gevangen genomen worden. Hier door de hofdame. Hier, kijk, door het paard. En hier door het andere paard. Ik heb verloren! Helemaal, absoluut, compleet verloren! Dat is gebruikelijk. Als een speler opgeeft dat hij de koning omgooit. U mag de koning niet omgooien. Gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Kijk, je bent de enige die heeft gewonnen. Zie je wel, Sarah heeft gewonnen. Hoe kan het nou? Ze was haar koningin kwijt, net als ik. Nou jongens, de kinderen die mee mogen doen met Bob Hoken, dat zijn Bert, Angie, yes, Thomas, yes, yes, Victor, yes, Marlott, yes, en yes, Sarah. Mag ik meedoen? Mag ik echt? Ja. Ja. Ik mag meedoen. Opa, opa. Ja? Opa. Ja, Sarah. Ik. De zon schijnt, hè? Mam! Ja, wat is er, sir? Mam! Was het leuk op school? Nou, daar ben ik blij om. Is, heb ik die controle en dan val jij hier aan. Dan heb ik nog steeds vrij veel ruimte in mijn verdediging. Ja, dat had ik dan niet gezien. Zojuist is de laatste partij in de Westeinde schaaktweekamp gespeeld. En wederom is Bob Hoek als overwinnaar uit de strijd naar voren gekomen. Meneer Hoek, hartelijk gefeliciteerd met uw overwinning. Wat zijn nu uw plannen? Morgen ga ik weer die eerste keer in een lang tijd terug gaan, terug naar mijn familie toe. Naar vrouw en kinderen in Zuid-Afrika? Nee, ik is niet getrouwd, nee. Ik heb niet kennis, nee. Ik heb nog niet zo ver gekomen, nee. Maar, Niks, Romani. Nadat die beste vrouw in die wereld mij laat staan, had ik opgegeven. U hoort het, dames en heren. Ongelukkig in de liefde, maar gelukkig in het spel. Morgen stelt Bob Hoken zijn reis naar Zuid-Afrika nog even uit. Hij geeft dan een simultaan seance. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus heeft u interesse, laat het ons weten. Sarah, wat is er? Ik kan niet. Wat kan je niet? Schaken morgen. Je kan niet schaken morgen? En je vader dan? Je ging je vader toch laten zien dat je kan schaken? Maar ik... Maar? Ik durf niet. Als ik iets zeggen mag... Sarah heeft misschien wel gelijk dat ze niet tegen zo'n beroemde schaker wil spelen. De meester speelt er nou niet wat je zegt. Goed, ik bedoel, die man die luistert nou echt helemaal niet. Je kan er niet van uitgaan dat iedereen zo dom speelt. Ga dan nou niet zitten ontmoedigen. Het is meer realistisch. Ik zou niet willen dat ze overmoedig werd. Ze gaat tegen haar eigen vader spelen. Wat is nou leuker? Winnen van je eigen vader, bijvoorbeeld. Kom eens. Luister, als je niet tegen je vader wil spelen, dan hoeft het niet. Oké? Saartje, kom je? Waar is Sarah? Bob Hoken. Ja, je moeder heeft wel eens over hem verteld. Nou weet ik het weer. Waar is Sarah? Ik denk naar hem toe. Wat? En waarom laat jij niet gaan? Dat,
Dat kan helemaal niet. Weet je zeker dat je wil gaan? Je hebt nauwelijks geslapen. Weet je wat, ik breng jullie wel eventjes. Nee. Nou, niet helemaal gaan lopen. Neem dan gewoon de bus. En let jij op hem. Als hij duizelig wordt, moet hij meteen naar huis. Hier. Oké. Dag. 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 Ja, waarom kan dat dan niet? Ja, wil je dat ik ineens met een kind van 8 voor zijn neus sta? Zo van, hallo, ja, dit is Sarah. Ik dacht, ach, laat ik het je maar vertellen. En oh, gefeliciteerd met je overwinning. Weet hij dan niet? Nee, natuurlijk niet. Toen ik ontdekte dat ik zwanger was, ben ik weggegaan. Ik heb altijd aan jou in de steek gelaten. Pa, die man die leeft alleen maar voor het schaken. Wat moet hij nou met een vrouw en een kind? Ik wil hem niet met die verantwoordelijkheid opzadelen. Ik heb voor Sarah gekozen, niet hij. Uw naam staat voor het schaakbord. Zo, komen jullie ook schaken? Wat is jullie naam? Victor Aangesloot. Sarah de Waal. Zijn jullie ouders er niet? Ah, daar zijn jullie. Het is in orde hoor. Dat zijn twee leerlingen van me. Kom jongens, dan gaan we naar beneden. We zitten in een hoek. Niet hoor, je moet bij de wedstrijdspel spelen. Maar ik kon in mijn eigen schaakspel spelen. Nee, dat zou een mooie boel worden als iedereen zijn eigen spel bij zich had. We zullen het eens even aan die mevrouw vragen. Mevrouw, het is toch waar dat er alleen maar geschaakt mag worden met een wedstrijdspel? Ja, wat jammer voor je. Je hebt zo'n mooi spel, maar het kan helaas echt niet. Speel hier nou maar mee, anders raakt Bob Hoke ook helemaal in de war. Kan het heus wel. Daar is die. Als iedereen wil gaan zitten, dan kunnen we nu aanvangen. Ik ben blij u allen welkom te kunnen heten op de slotdag van het Westeinde schaaktoernooi, dat alweer voor de 6e keer met groot succes heeft mogen plaatsvinden. Traditiegetrouw besluiten wij met de schaaksimultaanseance waar jong en oud zich kunnen meten met de winnaar van ons toernooi. En dit jaar is dat de aan ieder van ons zeer bekende grootmeester Bob Hoke. Ja, wij zijn erom ook zeer vereerd dat hij tegen ons wilt spelen. Vooral omdat hij speciaal voor ons zijn terugkeer naar Zuid-Afrika nog een dagje heeft uitgesteld. Nou, als iedereen zit, dan verklaar ik hierbij de schaaksimultaanseance voor geopend. Voorspoed. 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 Sarah. Waar is zij? Even naar de wc, meneer.
Toen ik zo oud was als jij, had ik mijn eerste wedstrijd gespeeld. Ik was bang om te spelen. Zal ons een afspraak maken? Ik loop nu verder. En als ik terugkom, dan had jij al gespeeld. Soldaat van E7 naar E5 is een goede zet, hè? Het geeft helemaal niet, je kan deze gewoon daar neerzetten. Maar ik mag geloof ik helemaal niet helpen. Niet schrikken hoor, want ik zit het paard met D4. Heel goed. Schaakman. Je hebt verloren, hè? Heb je gewonnen? Nou, dan moet je die meneer even een hand geven. We kunnen hem daar schaak zetten. Schaak. Goeie schaak. Ik heb vroeger ook met mijn schaakmannen gepraat. Maar toch moet je er oppas mee. Dan weet je tegenstander wat je gaat doen. Bij mij hoeft niet bezorgd te wezen. Nee, ik zal niet luisteren, nee. Ga zo verder. Hoe gaat dit? Vind je het goed? Moet ik een dokter bellen? Ik wil naar huis.
meester, ik ga naar huis. Hey, waar zijn Sarah en Victor? Oh, weg. Ze zullen wel verloren hebben. Nou, maar ja. Zullen we nog maar eens naar huis gaan? Hè? Nee, ik wil nog even blijven. Dit kan ook opgeruimd. Nee. Laat het maar nog een beetje staan. Ik wil het net alweer bekijken. Zij heeft een interessante spel gespeeld. Als zij hier die strategie goed doorgevoerd had, had ik heb je onachter geraakt. Zij was ongelooflijk goed. Wie is zij? Ze is een leerling van mij. Maar wat had gebeurd? Ik verstaan het niet. Misschien had ik haar bang gemaakt? Het lijkt zelfs of zij gaan wennen. Hoe oud is zij? 8. Had ze altijd al zo goed schaak gespeeld? Ja. Ja, wonderbaarlijk talent. U moet voorzichtig wezen met zo'n meisje. Heeft hij het over Sarah? Sst. Het is misschien goed als ik er een beetje blijf begeleiden. Dit soort allergieën komt wel vaker voor. Zijn bloeddruk was heel snel gezakt. Wordt hij duizelig. U kunt hem het beste paracetamol geven als hij nog eens hoofdpijn heeft. Want die hoofdpijn houdt u nog wel eventjes. Totdat hij zijn medicijnen niet meer slikt. Ontzettend bedankt. Ja. Mocht hij er beslist uit willen, mag hoor. Dan kom ik morgen nog wel even kijken. Ja? Dag. Je stond echt heel goed hoor. Jongen, liet jij me schrikken. Denk expres hoor, pap. Doe rak. Mijn schaakspel. Dit zien mensen dikwijls niet. Een meisje met zoveel talent. Bob Hoke bedoelt het mysterieuze schaakstertje Sarah de Waal dat zo plotseling om nog onbekende redenen haar gewonnen partij afbrak. Ze is de schaakspel vergeten. Zou je er eens mee spelen nu ze het vergeten? Kan ik zien? Zo, alles is geregeld. Taxi komt zo en uw vliegtuig vertrekt over 1,5 uur. Hebt u haar adres? Ja, ja. Ik weet het. Ik weet waar Sarah woont. Zal ik nog halen? Ah, ben je daar weer? Waarom was je nou weggegaan? Heeft u mijn schaakspel gezien? Ja, dat heeft meneer Hoke. Hij brengt het op weg naar het vliegveld naar je huis. Naar huis? Ja. Hier. Je hebt het vergeten. Jammer dat ons een spel niet afgespeeld heeft, nee. Maar ik wil van jou zeggen, jij was die beste. Richter. Heel goed. Je ouders zal trots wezen op jou. Hou zo aan. Ik hoop dat ik volgend jaar weer tegen jou mag spelen. Is het een afspraak? Vind je die armband mooi? Ik ook. Ik heb hem een keer kwijtgeraakt en toen kon ik niet spelen. Nee. Gelukkig had ik het vinden gevind, dan zou ik hier staan. Nee. Dag, Sarah. Dag, meneer. We zijn met aan de late kant, maar ik denk wel dat we het halen. U kunt bij de douane zo doorlopen. Stop. Spijt me, Saar. Ik had beter naar je moeten luisteren. Kijk.
komen die nou doen? Kom maar. Hier woont ze. Zeg, meester, wist u dat Sarah een heel bijzonder meisje was? Ja, natuurlijk wist ik dat. Ja, het is juist zo bijzonder omdat het een meisje is, dat schaak. Dat komt niet zo vaak voor. Nee. Sarah, er werd net op de televisie gezegd dat jij een schaakwonder bent. Sarah, zeg, Sarah, wist je dat je gewonnen stond? Waarom ben je weggelopen? En ik ben Sarah's beste vriendin. Zit jij bij Sarah in de klas? Ja. Wist jij dat ze zo goed kon schaken? Tuurlijk. Hij wou naar je toe. Heb je het spel nog gevonden? Ja, kijk maar. Pap, mag je beschaken? Ze zat echt de hele tijd naar de koningin te praten. Zullen we daarheen gaan? Oké. Sarah. Je vader vraagt of we hem willen zien. Wil je dat? Wil jij? Ja. Kom.